Een grote Surinamer is heen gegaan, zegt PL-voorzitter Paul Somoharjo over parlementariër Liaquat Mahwat Khan uit het reisdistrict Nikeri. Mahwat Khan is eerder deze week overleden. Het is een parlementariër geweest die uit het hart sprak, zegt Paul Somoharjo. Enkele jaren geleden stapte Mahwat Khan uit de VHP en sloot zich aan bij de Percaya Luhur. Het is schokkend. Ten eerste, ik kwam net van Nikeri. Ik was vrijdag naar Nikeri. En het is voor het eerst dat ik naar Nikeri ging gaan. En ik heb hem niet bezocht. Dat heeft mij echt een beetje bezig gehouden. En normaal, want ik bleef, als ik naar de kerk ga, dan overnacht ik. En in de ochtend weer ga ik altijd bij hem, ik bel hem op, ik kom je bezoeken. Maar juist die dag, ben ik niet gegaan. En de volgende ochtend hoorde ik dat hij is te komen ontvallen. Dat is voor mij, ik vond het jammer. Dat is de wil van de Almachtige. Ik beef me voor de wil van de Almachtige, inshallah, zou men zeggen. Ja, en hoe lang terug had de heer Mahwat Khan de stap gedaan naar de Percaya Luhur? Wel, de verhouding is, al waren we in de oppositie of in de coalitie. Soms is hij een andere partij, toen hebben we ook naar de VHP gegaan. Maar onze vriendschap is gebleven. Het is niet zozeer dat hij lid is of zich aansluit bij Percaya Luhur, wat ook mag zijn. Of wij tegenover elkaar, politiek tegenover elkaar staan, toch zijn wij vrienden. Dat is te waarderen. En weet, Liaquat is iemand die spreekt zijn hart. Als je niet goed bent, dan zeg je, Paul, je bent niet goed, je bent dit. En dat waardeer ik. En in deze, dat zeg ik, ik heb een goede strijdmaker verloren. En volk. Heeft dan een bijzondere persoon verloren, zowel in de politiek als in de business, en bijzonder de Nikerianen, natuurlijk de familie. En bij deze wil ik dan de familie condoleren, want laatst nog had die dochter mij gevraagd voor het kind me helpen dat ik dispensatie krijg om voor mijn vader te zorgen, terwijl hij opgenomen was. We hadden haar kunnen helpen. Maar een dag daarna, dus de dispensatie is eigenlijk overbodig. Ja. U hebt hem heel goed gekend als parlementariër, heer Somoharjo. Kunt u dat even delen met de gemeenschap? Hoe was hij als parlementariër? Als parlementariër, je weet wel, hij is net wat ik zeg, maar is iemand die uit zijn hart praat. Dus hij is een goede parlementariër. Als hij zijn toespraak houdt, is niet zomaar uit de lucht. Goed onderbouwd, vooral in de business, vooral in de reissector. Ik had hem goed gekend in de jaren 90. Toen waren de VHP in de oppositie, we waren ook in de oppositie. En ik kon hem ook nog geven bij het ontvallen van de heer Lachman. Zou hij zelf voorzitter worden van de VHP. Maar ik weet door een of andere reden, want het is aangeleid van de VHP, is hij toch niet door. Ik kan hem zelf zeggen, maar het is nu voor jou de gelegenheid om de leiding te nemen. Hij had de mogelijkheid. De ondersteuning, had de draagvlak. Maar net wat ik zeg, maar ik weet wat gaande was. Het is niet doorgegaan, maar toch is hij doorgebleven, is niet weggegaan omdat hij geen voorzitter is geworden, maar is toch doorgebleven. En daarna, na een tijdje, had hij dan de PL ondersteund. Ik had hem zelf als kandidaat geplaatst in de Kerry. En het is niet gelukt via PL lid van de DNA te worden. Wat heeft hij... met name betekent voor zijn district, voor Nikeri? Voor Nikeri, kijk maar, zijn business. Heeft toch bijgedragen dat die reisprijs gestabiliseerd wordt. Want hij is niet iemand die overwoekende winst maakt. Hij zegt, dit zijn mijn uitgaven, ik wil het volk helpen en zodoende. Hij heeft ook voor ons reis geleverd. En we kunnen dan, zeg maar, neem niet hoger dan 5%. En zodoende kunnen we ook het volk helpen. Dus net wat wij zeggen, Nikeri heeft
veel aan hem. Ja, hij is ook een sociaal mens. Ik heb begrepen zelf dat mensen die in problemen zijn, die vertelde met van de keer, als je bij Lia Kaat gaat, ja, wordt ja, dan niet 100%, maar zeker 50% geholpen. Na een reactie over Liaquat Mahmoud Khan vroegen wij aan Somo Harjo over de Percé Luhur en het jaar 2022. Wat hij allemaal wil bereiken voor de Percé Luhur, medegelet op het feit dat er in 2023 hoofdbestuursverkiezingen gehouden moeten worden bij de Percé Luhur. Dat betekent dat Somo Harjo er dit jaar er hard tegenaan moet. Het nieuwjaar is een nieuw begin. We hadden geëvalueerd afgelopen jaar, afgelopen week, het jaar 2021. En we zijn nu tot de overgaan dat het districtsbestuur en een soort van PL een plan moet maken. Ja, en dan gaan wij niet een jaar, maar om de 3 maanden evalueren. Wat is het plan van deze Komowijn? Wat wil Komowijn hebben? Ja, men moet niet meer alleen focussen op het persoonlijke belang, maar natuurlijk, ja, dat mag. Ja, maar ga meer op het algemeen belang. Wat kunnen we doen voor het volk? En dat is de opdracht. En de opdracht is, morgen, als dat de vrijdag, ja, moet ze klaar zijn. En dan gaan wij zelf, het hoofdbestuur, gaan eraan werken wat de verlangen zijn van het volk via hun bestuur en structuren, districtsbestuur, soortbestuur. Zodoende wachten wij nog op de lijsten van het disciplinair soortbestuur, zodat we kunnen werken. En dan gaan we eind maart evalueren, wat hebben wij kunnen realiseren in die 3 maanden, de verlangen van het volk. Dat vinden wij beter. En dan is het contact van het volk ook frequent. We hebben ook nu de bestuur opdracht gegeven om meer naar het volk toe te gaan. We bieden ze bij de tools uit. Als het volk weet, goederen wil hebben, kunnen ze bellen. Wanneer ik wil reizen hebben, ik wil dat hebben. Met een minimum van 200 gulden wordt het tot aan huis bezorgd. Dat betekent dat het contact met de structuur en het volk frequent aanwezig moet zijn. Het moet zo zijn, ja, wanneer er verkiezingen zijn, dan kom je naar het volk of dan ga je het volk de hand schudden. Nee, vanaf nu, vanaf na de dag na de verkiezingen zijn we al begonnen. Het contact blijft onderhouden. Kijk, hoe moeilijk het ook mag zijn, het volk moet rekening houden dat wij maar 1 zetel hebben. En het volk die toen voor de PL gestemd had, hadden ingezien hun fouten. En ze hadden ons toegezegd, zijn allemaal teruggekeerd. Ze hebben toegezegd, dit keer gaan ze massaal op PL stemmen. Weet, PL is bij elke verkiezing minimaal 5 zetels. Ja. En we zijn gedropt naar 1 zetel. Ik mag vertellen, het is dan de NDP gelukt om de PL te verdelen. Ja, met geluk bij ons wil hebben, dat het volk nu inziet dat ze misleid zijn. Je hebt gezien, anderen hebben beschikkingen, anderen hebben grondpapieren, maar ze kunnen niet eraan komen. Met die beschikkingen hebben kunnen niet eens een plaats vinden. Ja, dus ze zijn eigenlijk misleid en zeggen nee, dit keer laten we ons niet meer misleiden door niemand. Voor ons belangrijk dat de PL ook bijzonder meedoet in de regering en we hebben het geluk dat we in de regering zitten waarbij grote bevolkingsgroepen aanwezig zijn. In de VHP heb je de grootste Hindustanen, bij de ABOP heb je de grootste Marons, bij de NPS heb je bij de Staatskriolen en bij ons Javanen. Dus daar kan je de weerspiegeling van het Surinaams volk weer zien. Dan ga je niet zeggen, ja, toen had je het etnisch lastig. Lees ik nog een iemand die gepromoveerd is in dat bij haar onderzoek is gebleken dat wij Surinamers politiek, de verkiezing, toch etnisch gebonden zijn. Je hebt resorten waar PL zijn, heb je meer Javanen dan. Resorten waar ABOP Maro zijn, zo gaan we verder. Dus Suriname is dan nog steeds etnisch gebonden. Ja, maar dat is niet slecht. Wat is slecht als je op mij lijkt? Wat is slecht als ik op u lijk? Belangrijk, we moeten samen met elkaar het land kunnen ontwikkelen. Ja, en
op naar de verkiezingen, heer Sommaharjo. Hoe belangrijk is het nu al in deze periode 2022? Ja, op naar de verkiezingen. U weet, dan bedoel ik de verkiezing van PL zelf. In 2023 hebben wij een hoofdpartijverkiezing en een partijverkiezing. Wij zijn nu bezig de structuren te zuiveren. Met cijfer bedoel ik, wie niet actief is, wie niet passief is, dat moet vervangen worden. Want we hebben niks aan het trouwe passieve leden. Ja? We gaan actieve leden in de structuren moeten plaatsen en die gaan we installeren. En je weet, bij ons zijn de kernen bijzonder belangrijk. Onze werkarmen, dus structuren, de districtsbestuur, de zorgbestuur, onze werkarmen, die moeten ervoor zorgen dat de kernen weer actief zijn, dat de kernen daadwerkelijk een kern zijn. Niet een kern, maar alleen ter wille van, ik heb het kern Voorburg of kern Domburg. Nee, die kern moet actief participeren in het totaal geheel. Ja. En andere zaken, wat de PL heeft voorgenomen om te doen dit jaar? Ja, belangrijk is, ik heb verteld van, wij ouderen, moeten zo meer dan ooit bewust zijn dat we het moeten overdragen. Dat is voor ons belangrijk. We hebben het geluk dat er doorstromingen zijn in onze partij. De jongeren sluiten zich aan en dat is meegenomen. De jongerenraad gaan we activeren. Ja, en 2023, ik en anderen met mijn leeftijdsgenoten, die moeten dan een stap terug om de jongeren de gelegenheid te geven. Ja, want zoals u weet, meer dan 80% van de kiezers zijn jongeren. En we moeten ook werken naar wat wil de jongeren hebben, wat is hun denken. Want het denken van de jongeren nu is anders dan het denken toen. Ja, toen hadden wij, we hadden geen computer, maar nu is het totaal modern. Als ik tot mijn zoon praat, de jongere zoon die naar de medische richting gaat, die praat anders. Ja, en dan moet ik meegaan met hun. En mijn verlangen is dat de partij Pjalhoor niet met mij naar mijn graf gaat. De partij moet dan voortgaan in dat de partij is voor het volk, in het bijzonder voor Pjalhoor. Dus moet niet met Sommaharjo gaan en de toeval wil hebben dat Bronto, mijn zoon Sommaharjo, ook nu actief is. Ja, en dat gelukkig ben niet alleen Bronto, anderen ook. En het moet niet automatisch zijn, omdat Bronto de naam Sommaharjo, dat het een voorzitter wordt. Want daar is men nou bezig. En hij moet een goede draagvlak hebben. Hij moet geaccepteerd worden door het volk. Het volk moet hem accepteren. Niet omdat hij een Sommaharjo is. Omdat hij dan de capaciteit heeft, omdat hij dan de leiding kan geven. Ja, dat is belangrijk. En nogmaals, ik herhaal, om voorzitter te worden van de partij moet ten eerste sociaal zijn. Ten tweede moet je heel diep in je zak gaan. Ja? Ja, als je dat niet kan, ga liever weer zoeken bij IM Gold of bij Mobile Staatsolie. Ja, maar bij de politiek, echt politiek, moet je dan human zijn.